Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemenstrikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemenstrikken. En vandaag gaan we een heel leuk bloemenstuk maken. We gaan namelijk één bloemenstuk maken waar je weer heel veel bloemenstukken van kan maken. Dus een beetje een andere video. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl of vind je het onderkopje cursuspakketten. Goed, heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we aan de slag. Zoals ik al zei, gaan we een bloemstukje maken met verschillende ondergronden. Namelijk een bloementaartje. En die je elke keer een hele andere sfeer kan geven. Je kan dit pakket bestellen in verschillende kleuren. Dus mocht je het leuk vinden om bijvoorbeeld in het roze of in het wit te bestellen. Ik zet de kleuren eventjes bij de bestelling in. Dus dan kan je eventueel kiezen. Dan kan je het helemaal naar eigen wens maken. Ik ga even de spulletjes erbij pakken en dan gaan we aan de slag. Zoals ik al zei, gaan we dus een bloementaartje maken. Die heb ik al eerder hier op het kanaal gemaakt. Maar ik ga jullie ook laten zien hoe je dat eigenlijk met zo'n taartje heel verschillende bloemstukken kunt maken. Allereerst gaan we er even folie omheen doen. Daaromheen doen we vilt en dan vullen we mooi op met bloemen. En daarna ga ik de rest laten zien. Zoals ik al zei, heb ik verschillende ondergronden, waardoor je één bloemstukje een heel verschillende sfeer kan geven. Ik heb namelijk deze leuke industriële ondergrondjes. Maar denk ook bijvoorbeeld aan dit leuke schip. Normaal zou je denken van, wat kun je ermee? Je kan bijvoorbeeld ook heel leuk een bol in plaatsen, maar wat ook leuk is om zo'n bloemenzaadje erin te doen. En dan geef je er een hele stoere uitstraling aan. En doordat je hem van de grond afhaalt, wordt hij heel luchtig. Kijk hoe leuk. Ik laat je dit zo van dichterbij zien. Je kan ook bijvoorbeeld in glas werken. Je kan het ook bijvoorbeeld op een mooie houtschijf doen. Dus dat haal ik er nog even bij. Dan kun je dat ook eventjes zien. Nou, zoals je kan zien hebben we dus met één bloemstukje 9 verschillende bloemstukjes gemaakt. Dus als je mij vraagt, echt is gewoon heel erg leuk. Je kan elk pakket bestellen, dus mocht je het leuk vinden, hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, dan vind je het onderkopje cursuspakketten. Dit is ook erg leuk om samen bijvoorbeeld met kinderen te doen of met een groepje. Omdat het eigenlijk heel betaalbaar is door het
vrij kleine stukje. Maar wat je wel groot maakt door de ondergrond. Dus dat is heel erg leuk. En daardoor versterk je eigenlijk je bloemstuk. Dus vond je het leuk? Even een duimpje omhoog. Abonneer gratis op het kanaal. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doei!